Disclaimer: De inhoud van deze video is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg bij medische problemen en of vragen altijd een gecertificeerde gezondheidsprofessional. Het gebruik of toepassen van deze video is volledig de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker. De maker van deze video sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of toepassen van deze video. Mijn naam is Maarten. Welkom bij deze zelfgeleide EMDR-sessie. Ik ga straks een aantal vragen stellen over jouw herinneringen aan de gebeurtenis waaraan we gaan werken. Je gaat je concentreren op bepaalde aspecten van de herinnering. Met name het beeld in je hoofd dat nu nog het naarste is om naar te kijken. Daarna zal ik je vragen om naar de bal te kijken en de kleuren die je ziet steeds hardop te benoemen. Vanaf het moment dat je de bal volgt, wil ik je vragen je min of meer op te stellen als een toeschouwer die waarneemt wat er door je heen gaat. Het kunnen gedachten, gevoelens, beelden, emoties of lichamelijke reacties zijn. Volg maar gewoon wat er opkomt, zonder te sturen en zonder jezelf af te vragen of het wel goed gaat. Alle gedachten die in je opkomen zijn op de een of andere manier met elkaar verbonden. Beschouw daarom alle gedachten als belangrijk. Je hoeft het beeld waar we mee beginnen niet vast te houden. Het beeld is slechts het vertrekpunt van waaruit alles kan en mag opkomen. Af en toe vraag ik je opnieuw naar het beeld te kijken om te controleren hoe naar het nog is om naar te kijken. Het is onmogelijk om het fout te doen, zolang je maar gewoon volgt wat je voelt en wat erop komt. Sluit je ogen. Vertel nu hardop in grote lijnen hoe jij je de nare gebeurtenis momenteel nog herinnert, vanaf het punt waar die voor jouw gevoel begint tot het punt waar die voor jouw gevoel echt eindigt. Beschrijf de gehele herinnering in grote lijnen. Het gaat om jouw herinnering en niet zozeer om wat er precies is gebeurd. Je kan deze video nu pauzeren om je herinnering hardop te vertellen. Wanneer je klaar bent, kun je deze video hervatten. Zijn er op dezelfde dag of daarvoor of erna nog dingen gebeurd die er voor jouw gevoel bij horen? Je hebt verteld hoe deze herinnering in je hoofd ligt opgeslagen. Nu vraag ik je, wat is op dit moment als je er vanuit het hier en nu naar kijkt? Het naaste beeld van deze herinnering? Kijk naar de herinnering alsof je naar een film kijkt en zet deze op één seconde stil, zodat het een stilstaand beeld wordt. We zoeken vooral naar een beeld waarin jij zelf te zien bent. Het gaat er dus niet om wat je destijds het naaste vond, maar wat je nu, op dit moment. Het naaste beeld vindt om naar te kijken, inclusief eventuele plaatjes waarop te zien is wat er had kunnen gebeuren of plaatjes die pas later in de film zijn terechtgekomen. Hoe ziet dit beeld eruit? Even voor de zekerheid, is dit het beeld dat je echt nu het naaste vindt om naar te kijken of het het naaste vond? Als je kijkt naar het beeld, hoe naar voelt dat dan, op een schaal lopend van 0, helemaal niet naar? Tot en met 10, zo naar als maar kan? Welk aspect van dat beeld veroorzaakt die naarheid? Concentreer je op dat aspect. Open je ogen. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat merk je? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je. Hoeveel spanning roept het nu op om naar het beeld te kijken op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 betekent helemaal niet naar en 10 betekent zo naar als maar kan? Wat in het beeld veroorzaakt nog dit cijfer? Concentreer je op dat aspect, open je ogen en kijk naar de bal, blijf de kleuren hardop benoemen. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat merk je? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je. Hoeveel spanning roept het nu op om naar het beeld te kijken? Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent helemaal niet naar en 10 betekent zo naar als maar kan. Wat in het beeld veroorzaakt nog dit cijfer? Concentreer je op dat aspect, open je ogen en kijk naar de bal, blijf de kleuren hardop benoemen. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat merk je? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je. Hoeveel spanning roept het nu op om naar het beeld te kijken op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 betekent helemaal niet naar en 10 betekent zo naar als maar kan? Wat in het beeld veroorzaakt nog dit cijfer? Concentreer je op dat aspect, open je ogen en kijk naar de bal, blijf de kleuren hardop benoemen. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat merk je? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je. Hoeveel spanning roept het nu op om naar het beeld te kijken, op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent helemaal niet naar, en 10 betekent zo naar als maar kan. Wat in het beeld veroorzaakt nog dit cijfer? Concentreer je op dat aspect, open je ogen en kijk naar de bal, blijf de kleuren hardop benoemen. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat merk je? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je. Hoeveel spanning roept het nu op om naar het beeld te kijken? Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent helemaal niet naar en 10 betekent zo naar als maar kan. Wat in het beeld veroorzaakt nog dit cijfer? Concentreer je op dat aspect, open je ogen en kijk naar de bal, blijf de kleuren hardop benoemen. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat gaat er door je heen? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Wat merk je? Concentreer je daarop. Kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Haal het beeld waarmee we zijn begonnen, zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen, weer voor je. Hoeveel spanning roept het nu op om naar het beeld te kijken, op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 betekent helemaal niet naar, en 10 betekent zo naar als maar kan. Als het beeld minder dan een 1 oproept, kan je verder gaan met deze video. Roept het beeld nog spanning op, spoel dan terug naar het vorige videohoofdstuk desensitisatie of klik op de hoofdstuklink in de videobeschrijving. Focus je op het beeld zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen en zeg tegen jezelf, ik kan het aan. Op een schaal van 1, volledig onwaar, tot en met 7, volledig waar, hoe geloofwaardig voelt die uitspraak dan aan? Kijk naar het beeld en zeg nogmaals tegen jezelf, ik kan het aan. Heb je dat? Concentreer je daarop, open je ogen en kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Focus je nogmaals op het beeld zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen en zeg nogmaals tegen jezelf: Ik kan het aan. Concentreer je daarop, open je ogen en kijk naar de bal en benoem de kleuren hardop. Sluit je ogen. Focus je op het beeld zoals het nu in je hoofd ligt opgeslagen. Jij kan dit aan. Open je ogen. Wanneer je in de aankomende dagen nieuwe of andere herinneringen ervaart die voor jouw gevoel bij deze sessie horen, schrijf ze op voor de volgende keer dat je deze EMDR-sessie start. Als er veel negatieve gevoelens opkomen, probeer ze dan niet te betekenisvol te maken. Onthoud, het zijn gewoon gedachten aan je herinneringen uit het verleden. We zijn aan het einde gekomen van deze zelfgeleide EMDR-sessie. Wat is het meest positieve of waardevolle dat je het afgelopen uur over jezelf hebt geleerd of ervaren?